Kwesties als identiteit, erkenning en politiek onbehagen worden alsmaar scherper gesteld. Die conflictstof stopt niet aan de schoolpoort. Thema's als migratie, levensbeschouwelijke symbolen, gender of actuele politieke twisten leiden ook in de klas soms tot verhitte discussies of regelrecht gescheld. Leerkrachten worden steeds vaker geconfronteerd met polarisatie en controverse. Polarisatie houdt risico's in. Leerlingen luisteren niet meer naar de ander, steken monologen af. Het is van wij tegen zij, clichés dus, in plaats van argumenten. Polarisatie is destructief, wordt best snel onderkend en doortastend ontmijnd. Controverse daarentegen kan ook heftig zijn, maar biedt tegelijk kansen. Controverse kan zich in een open klasklimaat ontwikkelen tot een oefening in democratie en burgerschap, als leerlingen leren hun mening te onderbouwen met argumenten, als ze leren luisteren en aanvaarden dat je van mening mag verschillen. Sterker nog, de Amerikaanse pedagoge Diane Hess betoogde, zonder controverse geen democratie. Uiteindelijk wordt niemand geboren als democratische burger. Het Vlaams parlement keurde in december 2018 nieuwe eindtermen goed voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Burgerschap is daarin een van de zestien vakoverschrijdende sleutelcompetenties. Burgerschap wordt uitgewerkt in zeven bouwstenen, die samen een omvangrijk gebied bestrijken, waarbinnen de scholen vrijelijk kunnen combineren. Ons interesseren hier vooral bouwsteen 2 en 3. Die draaien om diversiteit en dialoog. En stellen, iedere leerling heeft een eigen stem en moet daarmee in staat zijn om zijn mening rationeel te onderbouwen, met geldige argumenten op grond van betrouwbare informatie. De leerkracht bouwt daartoe aan een open klasklimaat. Een constructieve dialoog is uiteraard prima. Maar de vraag rijst of de eindtermen nog andere aanknopingspunten bieden om controverse over maatschappelijke conflicten in de klas te hanteren. Want we mogen niet vergeten dat discussiëren niet voor iedere leerling de ideale insteek is. Leerlingen die minder verbaal zijn, kunnen afhaken of juist revolteren uit frustratie. Daarnaast verlopen gesprekken over heikele maatschappelijke thema's maar zelden puur rationeel. Emotioneel geladen controverses zijn immers eigen aan burgerschapsvorming en aan de politiek. Een constructieve dialoog is uiteraard prima, blijken de eindtermen de uitgereisd of de eindtermen nog andere aanknopingspunten, aanknopingspunten bieden, te bieden. Om ze maken over enerzijds een conflicten in de klas te andere hanteren. vormen van expressie. Zogeheten transversale links met andere competenties, zoals culturele expressie, bieden mogelijkheden om aan de slag te gaan met leerlingen die het niet zo gemakkelijk gezegd krijgen. De eindtermen burgerschap benadrukken anderzijds ook het begrip conflicthantering en erkennen zo het controversiële karakter van maatschappelijke klasgesprekken.